Ja, ik moet zeggen, een compliment voor een ieder. Want ik heb vooral gehamerd. Inzet hebben ze altijd. Maar nu moeten ze vanuit de eigen taken discipline houden en hebben. Om zo met z'n allen controle te kunnen houden. En hebben ze tot de laatste seconde fantastisch gedaan. Ja, met 4-2 naar Almere afreizen, dat is een lastige uitslag. Hink op twee gedachten? Nee. Je hebt meteen vanaf de eerste seconde gezien dat we druk vooruit gingen zetten. Omdat er dan waarschijnlijk meer lange ballen van Almere zouden gebeuren, zouden komen. En dat is ook ontstaan. Dus het plan was zo en het is goed uitgevoerd. En ja, dat je dan net voor rust twee goals maakt, ja, is heerlijk. Ja, ik noem het toch een stunt op basis van de ranglijst en de Super League. Op basis misschien ook wel een beetje van afgelopen maandag. Maar zeker niet op basis van vanavond, want het was een uitstekende wedstrijd van jullie. Nee, ja, dat kan ik enigszins begrijpen hoor, maar ik vind het niet geen stunt. Het is zijn bekerwedstrijd, het zijn wedstrijd op zich. En dan is alles mogelijk en het is vandaag gebleken. En dan krijg je donderdag een Eredivisieclub op bezoek. Zo'n gefrustreerde Eredivisieclub die ervan baalt als ze play-offs moeten spelen. Dat is ook lekker, hè? Ja, dat is heerlijk. Het is de enige zondag is mijn dochterjarig. Dus ja, daar kan ik helaas kan ik maar heel eventjes zijn. Want ik ga meteen zondagmorgen vroeg naar Heerenveen NEC, NEC. En de andere trainers gaan naar Go Eagles Sparta en naar Roda Vitesse. Dus zodat we alles in kaart hebben. En dan ja, wie het wordt, dat zien we dan wel. Maar eerst vanavond even genieten met z'n allen. Dat hebben ze echt verdiend. Ja, maar toch, hoe lekker is het dat ik jou kan vragen of je het liefst NEC, Sparta of Roda JC in de braak verwelkomt? Ja, maakt mij niet zoveel uit. Kijk, allemaal moeten ze knokken voor het lijstbehoud. En voor ons is dit een toetje. En het enige wat ik weer vraag aan de jongens, straks is volle gas. Maar eerst vanavond even genieten en dan morgen even prepareren, herstellen. En dan gaan we naar het bruiloft van Jason met z'n allen. En dan gaan we maandag weer vol richting de komende tegenstander. En wie dat is, dat zien we zondagmiddag rond 4:15. Het zal er niet gebeuren dat ik op mijn oude dag nog fan van Helmersport ga worden? Ik hoop het wel. Ik hoop dat we de harten van sommige mensen hebben kunnen veroveren. En, ja, sommigen zagen niet zitten dat wij richting de play-offs moesten gaan. En hopelijk hebben ze met z'n allen kunnen overtuigen dat we klaar zijn voor de play-offs. En gelukkig hebben we het laten zien. En nogmaals, voor iedereen die met Helmond te maken heeft, met Helmondsport hart heeft, is het een geweldige ontknoping op een vrijdagavond in de regen. En dan nog verdiend winnen ook nog. Ja, dat is heerlijk.